Welkom bij de Dutch Oven Cook-Off. We organiseren hier een feestje volledig gebaseerd op gietijzer. We zijn op dit idee gekomen eigenlijk door ooit zelf mee te doen aan een wedstrijd in Duitsland. En toen hebben we gezegd, nou dan gaan wij dat in Nederland organiseren. Dat doen we nu voor de vierde keer. Ja, het gaat één groot feest worden. Nou, we hebben bijna 30 teams die meedoen. Je ziet al dat ze aan het opbouwen zijn achter ons. Er zijn twee opdrachten. Ze moeten twee gerechten inleveren. De een is een verplicht onderdeel. Het onderdeel is een gebruik maken van een poffertjespan. En daar moeten ze anything mee doen, maakt niet uit wat. Als het maar uit de poffertjespan komt. En het enige wat ze aan warmtebron mogen gebruiken is natuurlijk hout, houtskool of briketten. Maar verder geen gas, elektriciteit. Dus het is echt natuurlijk koken. En daarnaast hebben ze nog een free choice. Moet uit de Dutch oven komen. Je gaat dingen zien van soep, stoofpot tot appeltaart. Tot eigenlijk alles wat mensen kunnen verzinnen. We hebben 24 juryleden. Krijgen een scorelijst die we dan gaan verwerken. En dan is het aan het einde van de dag de prijsuitreiking. Wat dit jaar echt super gaaf is, want we hebben een paar hele mooie prijssponsoren. We hebben fantastisch mooie schorten van Xapron. Voor elk team die wat wint. We hebben een mooie message set van Forged. Ja. En als klap op de vuurpijl hebben we een ontzettend gaaf sauspakket van Sausguru. Want die gaat samen met het winnende team een saus ontwikkelen. En die krijgen ze afgevuld in 350 flesjes. Ja. En met een eigen etiket erop. Dus we zijn benieuwd wie er gaat winnen. Ook voor ons is dat natuurlijk heel spannend. Het is leuk om te komen, want je ziet, je ziet bijna 30 teams koken. Op gietijzer. Teams vinden het ook leuk om dingen uit te leggen en uit te delen. En ze maken altijd meer als dat ze moeten inleveren bij de jury. Dus er is ook nog genoeg te eten en te proeven. En het is gewoon super gezellig. We hebben een bar waar je lekker wat te drinken kan halen. Er is muziek. Het is gewoon een hele gezellige sfeer. Je hoeft je absoluut niet te vervelen. Nee.